Als je één keer naar Bali vliegt en terug, dan kan je het hele jaar kan je bezig zijn met geen auto rijden, vegetarisch eten en zo. Maar je hebt al je efforts in één klap, heb je gewoon een soort van wam. Ja, we hebben het vooral ook over de millennial generatie die steeds bewuster is en keuzes maakt en belangrijk vindt dat bedrijven verduurzamen. En maar wij zien bij KLM dat de millennials ontzettend veel vliegen en een hele grote klant van ons zijn. Mensen praten vaker over elkaar dan met elkaar. In de meetup breng ik, Lou, mensen samen voor een gesprek. We weten dat vliegen slecht is voor het milieu, maar we willen ook de wereld zien. Kunnen we over een paar jaar nog wel schaamteloos het vliegtuig instappen? Of doen we dit alleen bij hoge uitzondering? CO2 compenseren wordt steeds makkelijker. EasyJet kondigt aan al hun CO2-uitstoot volledig te gaan compenseren. YouTuber MrBeast wilde iets goeds doen voor het klimaat en vierde zijn 20 miljoen abonnees met het planten van 20 miljoen bomen. Only 19.999.980 more trees. Let's go! Yeah! En nu maakt KLM ook flink campagne voor verantwoord vliegen en het compenseren van je CO2-uitstoot. That's why we want to ask you something. Do you always have to meet face to face? Could you take the train instead? Could you contribute by compensating your CO2 emissions or packing light? Hoe bewust ben jij eigenlijk van de impact van vliegen? Ja, ik heb zelf besloten om te stoppen met vliegen, dus dat doe ik gewoon niet meer. Kijk, ik doe dat omdat ik dat graag wil. Ik vind het belangrijk en ik zou er gewoon niet met een gerust hart in een vliegtuig stappen, omdat ik weet hoe heftig het is. Eén vlucht is meteen al gelijk aan de impact van een half jaar hier in Amsterdam of in Nederland leven. Wij zijn onder andere bezig met het stellen van ambities, dus doelstellingen van goh, waar willen we naartoe als we over duurzaamheid hebben. Zoals het verminderen van CO2, maar ook het verminderen van afval en andere emissies. Het grote probleem van compenseren is dat het nu voor een paar tientjes kan, hè, bij de carriers. En volgens mijn berekeningen kan dat absoluut niet. Kijk, nu kunnen we nog niet zeggen dat we een duurzaam vliegtuig hebben of helemaal duurzaam zijn, duurzaam opereren. Ik denk dat er nog heel veel voor nodig is, maar we maken wel stappen om het duurzamer te doen. Ik hoop dat we in de toekomst wel helemaal echt duurzaam kunnen vliegen. De laatste keer dat ik voor mijn werk heb gevlogen. Ik werd uitgenodigd voor een grote conferentie in Sao Paulo. Ik zou daar allemaal uitgevers ontmoeten en bedrijfsleven. De eerste reactie was natuurlijk nee, want ik vlieg niet meer, dus ik kan dat helemaal niet doen. Als ik daar nou ook maar één iemand kan inspireren om een keertje niet te vliegen, dan is het alweer neutraal. Als ik twee mensen heb geïnspireerd om minder te vliegen, dan is hij alweer eco-positief. Hey. Hi. Hallo. Corona. Babette. Wat een mooie plek. Nou hè? Ja, het is wel gaaf. Letterlijk onder een vliegtuig. Ja, echt hè? Ja. Wauw. Nou, we zijn op dit moment in hangar 12. Ja. En we staan naast een Dreamliner, een van de nieuwste toestellen van KLM. En die is hier in onderhoud, daarom staat hij hier, want meestal zit hij natuurlijk in de lucht. Wat plaatsvindt hier, hè? Bijvoorbeeld het wassen van de motoren. De motoren efficiënter te laten lopen, dus na elke keer wassen is hij een stuk efficiënter en gebruikt hij dus ook minder brandstof. Dus dat zijn een van de dingen. Hoeveel efficiënter is hij dan? Nou, dat zou ik even moeten opzoeken. Ja, maar, cijfers, ja dus, dat weet ik. Nee, okay. Klopt. Maar goed, en dat is hetzelfde met het wassen van het vliegtuig. Want elke extra laagje of stofje erop is natuurlijk meer weerstand. Dus, ja. En verder moet ik eigenlijk ook niet echt expert zijn op dit gebied. Want ik hou me dus bezig met de duurzaamheidsambities van KLM. Ja, maar dan zit je wel in het hart van waar er echt dingen moeten gebeuren natuurlijk. Ja. Ik vind het moedig. Wel tof dat je dat doet. Als KLM echt duurzaam wil worden, moeten ze dan niet stoppen met vliegen? Nou, ik hoef alleen maar ja te zeggen. Natuurlijk kan je als KLM stoppen met vliegen. Je kan stoppen met het bedrijf. Maar ik denk dat we als wereld een issue hebben. En dat als wij nu stoppen met vliegen hier in Nederland, dat je misschien lokaal inderdaad je milieu-impact verkleint. Het heeft over geluid en lokale emissies bijvoorbeeld. Maar dat die vraag op dit moment, en dat is natuurlijk gewoon ook een heel groot leidend iets voor hoeveel je vliegt, dat die vraag al blijft. Je wil niet hebben dat dan we hier stoppen, maar dat dan de reizigers wel via een andere airline, via een andere weg gaan. Nee, precies, maar wat je wel kan doen, dat je niet in je core missie zet, wij zijn vliegtuigmaatschappij, maar we zijn transporteur, wij vervoeren mensen. Ja. Als je dat zou doen, dan kan je heel veel mensen al bijvoorbeeld met de trein gaan laten reizen. Ik kan je vertellen, ik wil alleen nog maar met de trein reizen, dus ik weet hoe moeilijk dat is in Europa. Ja. Het is niet te doen om een ticket te boeken naar Rome of naar Barcelona of zo. Maar dat is nog een heel groot verschil, want die efficiëntie bij een vliegtuigmaatschappij en het boeken van een ticket, bijvoorbeeld, heb je zo gedaan. Daarom. Met een trein is dat veel moeilijker. Precies, dus als KLM zich daarop zou storten om dat nou eens een keertje goed te krijgen,
Maar dat is precies de uitdaging dan nu, zou hè? Het echt, dan zou het een veel serieuzer alternatief ook zijn. Ja. We willen graag dat bijvoorbeeld die hele korte vluchten dat die eruit gaan. Dat we die vervangen door een treinverbinding. Ja, toch? Zijn jullie al mee bezig, ja, toch? Ja, zijn we begonnen. Dus ja, we hebben natuurlijk een vlucht om naar Brussel staan, wat eigenlijk echt te gek voor woorden is. Want ja, wie vliegt er nou naar Brussel? Nou, dat zijn dus ook niet de mensen. Met de trein, hè? Nou, ja, precies. Maar dat zijn ook niet de mensen tussen Amsterdam en Brussel die reizen. Want meer dan 99% is een transferpassagier. Dus die komt naar Amsterdam en die gaat door naar Brussel en wil dat op de snelste manier, meest efficiënte en comfortabele manier doen. En dan is het veel makkelijker om op de airport gewoon op, je koffer gaat automatisch door, het vliegtuig in te stappen, het laatste stukje nog te doen. En met de trein heb je maar een paar keer per dag minder, of het sluit niet helemaal lekker op elkaar aan. En ja, die uitdaging heb je wel. Maar daarom hebben we dan nu een samenwerking ook gestart met NS, Thalys, et cetera, om te kijken hoe we dat nou beter op elkaar aan kunnen laten sluiten. Dat je dus die vluchten gewoon kan vervangen door de trein, want dat is een veel betere alternatief. Vlieg je zelf vaak? Ja, ik denk vaker dan gemiddeld. Dit jaar ben ik 3 keer weg geweest, waarvan 1 keer ook voor werk. Ik weet niet hoe jij dat nou misschien vroeger zag en nu dan niet zo, maar wij schelen toch nog wat in leeftijd. En ik ben ook best nog wel jong en ik wil heel graag de wereld zien en ontdekken. En een van de meest snelle, comfortabele manieren is het vliegtuig. Ja, maar ik denk dus dat de wereld ontdekken op een andere manier kan. Ja, op een andere manier kan en dat je hem beter ontdekt op de grond. Ja, we hebben het vooral over de millennial generatie die steeds bewuster is en keuzes maakt en belangrijk vindt dat bedrijven verduurzamen. Maar wij zien bij KLM dat de millennials ontzettend veel vliegen en hele grote klant van ons zijn. We hebben voor klanten een programma waar klanten dus hun CO2-uitstoot, persoonlijke voetafdruk van hun reis mee kunnen compenseren. En dat doen we echt op basis van de berekeningen van de brandstof die we gebruiken. Dus we kijken gewoon van, wat gebruiken we in 2019 op die route met dat vliegtuig? En hoeveel is dan jouw persoonlijke voetafdruk voor die vlucht? Maar onze prijs, wat we aanbieden, is €8,50 per ton CO2. Dat is heel laag. Dus wij kopen de certificaten in CO2 te compenseren. En die prijs is heel erg afhankelijk van het type project dat je ondersteunt. Wij doen een herbebossing dan in Panama. Panama. Sinds 2017 investeert KLM in de herbebossing in Panama. Ze planten daar bomen die de CO2-uitstoot uit de lucht halen en opslaan in hun stam, waardoor de CO2 uit de lucht verdwijnt. Ik wil het eens eventjes uitrekenen wat ik per ton CO2... Hier die €8,50 reëels naar New York vliegt. Kijk, je kan je afvragen of dat de juiste prijs is, want het is inderdaad heel weinig. Ik denk dat het wel hoger kan zijn. Alleen het is niet dat wij dus die prijs zelf zo bepalen. Ik denk dat het juist ontzettend belangrijk is dat als je die €8,50 dan besteedt, of die €7,50, dat het ook daadwerkelijk de CO2 compenseert en vermindert, als dat je dat het belooft te doen. Ja, heb je hem op mij gericht? Ja. Ik kom namelijk op een prijs per ton van ruim €1600. En hoe heb je dat uitgerekend? Het gaat over een retourtje Tokio. Dat is 18.000 kilometer. Dus ruim 300.000 liter kerosine. De CO2-uitstoot per liter is 2,25. Een boom neemt ongeveer 7 kilo CO2 op per jaar. Kom ik dus op per persoon 760 bomen. Maar als je dus €5 per boom zou moeten betalen, dan kom ik op een prijs van 3800 euro. Dus per ton dus €1660. En niet 8. Dus daar zit nogal een verschil tussen. Ja, want dat vind ik bizar. Hoeveel planten voor €8,50? Tussen de 8 en 10 bomen. Kun je je voorstellen dat passagiers extra gaan betalen om het te compenseren? Nou, dat denk ik op dit moment dus ook niet. Omdat dus juist prijs zo belangrijk is voor een passagier. En we dus zelf zien dat ook al bieden we het aan voor zo'n lage prijs, dat niet 50% van onze passagier het kiest. Dus als ik kijk naar het prijsverschil, dan geeft die €8, die geeft een soort van vals gevoel van zo schadelijk kan het dus niet zijn. Als er maar €8 is om dat te compenseren, dan gaat het dus nergens over. Dan is het dus niet zo erg. Maar dat is dan meer perceptie, toch? Dat is perceptie, maar dat is dus een verkeerde verwachting die je wekt of zo, vind ik. Wat is de toekomst van vliegen? Ik denk dat het niet realistisch is om mensen het vliegtuig uit te krijgen. Als je 1 keer naar Bali vliegt en terug, dan kan je het hele jaar bezig zijn met geen auto rijden, vegetarisch eten en zo. Maar je hebt al je efforts in 1 klap, heb je gewoon een soort van wam. Of wat moet er nou echt veranderd zijn, wil jij weg gaan vliegen? Ik zal het altijd zoveel mogelijk blijven vermijden, zelfs als je op waterstof gaat vliegen. En waar staat KLM over 100 jaar? Ja, het is verre toekomst. Ik hoop dat we dan een mix van vervoersmiddelen hebben. Dus inderdaad dat we niet, zijn wij een vliegtuigmaatschappij of zijn wij een vervoerder? Nee, maar misschien gaan we dan binnen Europa wel met een heel snel Hyperloop systeem bijvoorbeeld. En vliegen we voor de lange afstanden, dus voor overzeese afstanden, laat ik het vooral zo noemen. Wel nog met een vliegtuig, maar die elektrisch vliegt of inderdaad op een synthetische kerosine.
Uiteindelijk gaan mensen zich nog steeds willen blijven verplaatsen tussen twee continenten. En zal het ook voor sommige mensen nog steeds noodzaak zijn om dat snel te doen. Dus daar is dan een duurzaam vliegtuig, maar echt duurzaam vliegtuig, een alternatief voor. Dus ja. Lastig. Zou ik misschien toch al een keertje meegaan. Ja? Misschien wel. Nou, dan zie ik je over 100 jaar nog een keer. Vergeet niet te abonneren. Gun steun. Klik gul. Ja, dat is goed. Kan vliegen duurzaam? Nou, voorlopig nog niet. Nee, maar wat mij betreft is, is de toekomst er wel. Ja. Maar de vraag als je inderdaad... Als je er volle bak op gaat inzetten en je gaat er ook serieus geld tegenaan gooien, dan is er heel veel mogelijk.